Eerst maar even je naam. Marjan Barel. En een zomer vol verhalen. Klinkt heel aanlokkelijk. Wat is dat precies? Dat is, we strijken neer op de mooiste locaties in en rond Utrecht. Dus ook in Houten. Fort Vechten. En op die fort laten we hele mooie verhalen vertellen door de beste vertellers van Nederland. Ja, dat is voor jong en oud. Zeker 's middags hebben we een familieprogramma. 's Avonds bijvoorbeeld op Fort Wijnauwen presenteren we ook een Engelstalige verteller. En dan komt zo'n mooie omgeving en zulke mooie verhalen komen dan bij elkaar. En dan heb je gewoon een fantastische ervaring. En dat doen we nu voor het tweede jaar. En dat hopen we de komende jaren nog zo voor te zetten. Oké. En wie komen er bijvoorbeeld vandaag hier bij Fort de Bilt? Dat zijn Ailoen Elzenga. Dat is een vertelster hier uit Utrecht. Erik Borjas is ook geboren en getogen in Utrecht. Inmiddels ergens anders woonachtig. En we hebben Mia Verbelen. En ze heeft ook jaren is betrokken geweest hier bij het de Verteltheaterdagen. Ze is een Vlaamse, woont nu weer in Antwerpen. Maar speciaal hiervoor weer even naar Nederland gekomen om een heel mooi verhaal te vertellen. Leuk. Weet je uit je hoofd wie er in Houten komen? Voor het vechten weet ik niet uit mijn hoofd. Als ik het zo een beetje... Ik denk Adrie Glaudemans zou dat wel eens heel goed kunnen zijn. Hele goede verteller, zeker voor kinderen. Maar Nilo Berokal, die staat volgens mij weer daar. Want Peter Faber staat dan weer op Fort Wijnauwen. We zoeken een beetje naar een mix van mensen die hier in de buurt wonen en professioneel verteller zijn. En mensen die dus inderdaad het gewoon heel goed vinden en die we overal uit de brand halen. Oké, fantastisch. Hartstikke bedankt. Ik zoek het ook tegen die tijd nog wel even uit, zodat het er ook bij vermeld kan staan. Ja, goed. Ja, oké, ik heb zin in vanmiddag. Dankjewel. Perfect. Kom even om te beginnen. Ja. Ja. Zo. Welkom iedereen. Welkom op deze mooie plek voor het beeld. Ik was er zelf nog nooit geweest. Het is een hele bijzondere plek. Een plek waar heel veel gebeurd is vroeger. Kan iedereen mee verstaan ook achterin? Ik zal proberen iets harder te praten. Een plek waar veel nare dingen zijn gebeurd vroeger, maar gelukkig is het nu een plek waar mensen komen om te vieren dat er vrede is hier. En dat mensen in vrijheid mogen leven. Kinderen komen hier om een educatieproject te doen over vrede en vrijheid. Het is een plek vol van inspiratie eigenlijk voor vertellers. Vandaag ga ik jullie een verhaal vertellen, eigenlijk twee.
baas heb ik gehoord dat ze er dan weer is. Want ik heb natuurlijk beloofd de keer dat het lukt dat hij met mijn dochter mag trouwen en het half koninkrijk krijgt. Maar daar trap ik niet in. Ik zie jou daar niet in de stad. Volgens mij hebben we iedereen, hè. Ik zal nog even wachten totdat dat kleedje op zit. Zit je goed? Kleedje zit. Kan het kleedje wat zien? Mooi. Ja. Kun jij ook wat zien daar in het hoekje met die boterham? Ja, als ik hier sta ook nog. Nee, hè? Sire, u had mij ontboden. Hoewel, kerel, hoe staat de schatkist daarvoor? Sire, er is voldoende, maar wij moeten spaarzaam zijn voor tijden dat wij de broekriem aan moeten halen. De wat? Buurman over de bruggen aankomen met de hand uitgestrekt. Joe!